80 werd, toen dacht ik, nu moet er een hommage komen aan hem. En toen begonnen we met praten en toen was het eigenlijk, kwamen we er heel snel achter, wij willen geen traditioneel overzicht van het oeuvre van de graficus. Omdat hij nog heel erg nu in discussie wil en in het leven staat. En wij hebben dus gezegd van, nou, het moet een work in progress zijn. Ja. En nou ja, die vertaalslag zijn we nu op dit moment nog aan het leveren. En ik hoop dat dat lukt. Dat mensen ook de ervaring hebben, als ze door de tentoonstelling gaan, dat het grafisch ontwerp dus niet beperkt is, maar ook iets over de wereld zegt. Ja. En dat betekent ook dat ze een plot hebben ontwikkeld die mij als ontwerper van de tentoonstelling eigenlijk heb ik nou niet gedwongen, maar uitgenodigd om het ook anders dan gebaren neer te leggen. Dus het ligt er op veel meer aspecten dan alleen maar het formele van het ontwerp. Jan Leering was jong, net als ik. Op zijn 27e was hij directeur ineens hier. En die kwam met een insteek zoals Willem Sandberg, Sandberg in het Stedelijk, dat het dus vooral open moest zijn. Hè? Dat is het geen belemmering moest zijn om met de kunstenaar te komen. Dat zie je doordat hij bij elke catalogus toch de eigenheid van het verhaal heel erg erin heeft zitten. In zijn ontwerp verdisconteerd heeft, maar aan de andere kant ook de eigenheid, de specialisatie van de kunstenaar heel goed weet te vertalen. Hoe maak je opstellingen waarbij de dingen ook kunnen werken in plaats van gekaderd zijn in een abstracte ruimte? Dat je als toeschouwer merkt, oké, ik doe hier iets, ja. Ik ben in een ruimte en wat doe ik nou eigenlijk? Ja, ik was heel blij dat Diana zei, we hebben ook een ruimte die je kunt gebruiken in het publieke gebied. Dan ben je ook af van de museumzaal, hè? Dus dan heb je die voorwaarden is weg. En dit is een doorgangsplek. Je kan daar gaan lezen, hier dingen in je hand nemen. Dus het is in die zin niet alleen maar een tentoonstelling.